Maar toen had ik mijn telefoon vergeten. Hallo lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag, ik ben de kluts kwijt. Woensdag 21 juli. Mijn vadertje had vandaag jarig kunnen wezen. En nee, ik heb het niet over mijn echte vader, maar mijn stiefvader. Maar mijn stiefvader was meer mijn echte vader dan mijn eigen vader. Dus ik herdenk hem ook vandaag. Hij is al jaren weg in de hemel. En daar ga ik eventjes vandaag wat aan denken. Ook krijg ik vandaag visite. Ja. Eindelijk degene die afgelopen zondag zou komen. En dat is het vrouwtje van Elwing. Althans, waar Elwing is geboren. Die vrouw met haar twee dochtertjes komen. Dus we gaan er een gezellige dag van maken. Ja, ondanks de verdriet. Ook om hetgeen wat iemand anders mij heeft aangedaan, ga ik toch weer gewoon door. Ja, simpel zat, het leven gaat door. Ja hoor, en komt helemaal goed met mijn meisjes, zeker te weten. De grote ligt weer onder de stoel, Rijka ligt weer op de bank. En om kan wel, moet ik uitkijken dat ik niet over zijn staart heen rijd. Maar die krijgt te eten, die gaat de hal in. Maar later staat alweer klaar en we gaan dan lekker even lopen met de meisjes. Het is momenteel hier nog bewolkt en raar gek weer. Het is wel warm. Het is bij de poort 26 graden en dat is om deze tijd. Maar dan kan het pret niet drukken. Dus we gaan, ik doe wel mijn dunne jasje aan, mijn zwart-witte jasje. En dan, want ik zit er lekker luchtig en zomers erbij. Ja, want het is wel warmpjes. Ik heb nou mijn gele oorbellen in, dames en heren, mijn lieve vrienden. Dus degene die dat had verzocht om toch andere oorbellen in te doen. Nou ja, ik heb dus laatst vier paar nieuwe gekocht, omdat ik van Mary verjaardags geld had gekregen. En ja, die zei van ja, je bent gek op oorbellen, dus koop daar maar wat van. Nou, heb ik gedaan. Dus ja, vier paar oorbellen. Wie doet je wat? Maar ik vergeet weer wat, geloof ik. Ik geloof het nog niet gezegd. Ik ben helemaal in de war nog steeds. Ja, kan gebeuren. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Dus ja, en de dag heb ik al gezegd. Ja, dat heb ik allemaal wel gedaan. En we leven ook nog steeds in 2021. Ja. Ja, dat duurt 12 maanden, hè? Ja, dus we zitten alweer ruim over de helft. Maar dat komt allemaal wel weer goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Geniet van jullie dingen die jullie zelf doen, maar ook die wij doen. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En nou, ik kan dan even naar buiten. Hé? Ja, nou kerel. Ja, hè. Doe maar. 1, 2. Doe dan. Ach, ben je oud? Ook wanneer het zeggen. Hé? Ja? Hé? 1, 2. Doe maar. Doe dan. Doei! Ja, ik liep er net met de meisjes. Komt er een man aan. Ik ben hem al eerder tegengekomen. Toen had hij een heel raar gedrag. Hij heeft een wandelstok bij hem, maar die gebruikt hij niet voor zichzelf. Nee. Kom er nou achter dat meneer een van zijn honden slaat. Wat? Je mag geen honden slaan, want dan slaan ik hem. Ik heb het hem ook gezegd. Ik zeg, een keertje weer, zie hoe ik sla jou. Moet ik hem loslaten, hè? Moet ik hem loslaten? Nou zeg. Ik ben toch kwaad geweest op die vent? Dat willen jullie niet weten. Je gaat niet honden slaan, want je slaat het er alleen nog maar in en niet eruit. Ja, nou,
Ik heb nog een vrouwtje gesproken, die had een klein hondje bij haar. Die moest ook met een grote bocht eromheen. En die zei van, ik vond hem zo eng, die meneer. Ze zegt, hij zei mijn gedrag, maar op zo'n provocerende manier. Een provocerend gedrag had hij. Nou, dat moeten we niet pikken. Nee, dat, we proberen de volgende keer een foto van de man te maken. Waar die woont, weten we ook niet. Maar in ieder geval, ik probeer een foto te maken. Zij proberen het een foto te maken. Ze zal andere mensen inlichten. Ga ik ook doen. Want op deze manier kan hij dat niet doen. Hij mag zijn dieren niet op zo'n manier slaan. Hij heeft het beestje helemaal de vernieling ingeholpen met zijn eigen gedrag. Je gaat het hond niet slaan. Nee. En dan zal ik hem loslaten. Ja, hij heeft hem zo opgevoed, dat beestje. Het is een soort met lasje, maar dan in het klein. Ja. Wat doen wij en mij? Uitslovers. Jullie sloven je uit tot en met die warmte. Het is zo warm. En dan uitsloven. Moet je dat nou zien? Stelletje dwazen. Hè? Ja. Dwaasjes. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten, want ik moet zelf nog eten. Anders, ja, komt het er niet van. Ik zal ze naar buiten doen. Ho, dat was mijn duim. Denk er om met wat jullie doen. Hé! Hey. Mijn hele statief opgeschoven. Doe maar. Jij ook? Weg. Blijf maar even buiten. Strak plan. Ja. Zo. Nou, kan ik me tenminste weer eventjes fatsoenlijk klaarmaken voordat de visite komt. Ja toch? Zo zeggen lieve vrienden. Geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook alweer. En ik zou zeggen, veel plezier vandaag. Dat gaan wij ook beleven. Ja, lieve vrienden, mijn visite is al heel lang alweer weg. Ja, het was gezellig, berengezellig. Ik had gefilmd, maar het filmpje deugt voor geen meter. Die is niet heel, die is kapot gegaan. Dus daar baal ik enorm van, ja. Enkel maar een paar voeten en mijn klok hoor. En voor de rest, nopendendo. Dat, ja, niet leuk. Maar ik kan er ook niks aan doen, de volgende keer beter. Ja, ik weet het ook niet waar het aan ligt. Het is de tweede keer. Ik ben dan met een vlog bezig dat we bij Marianne waren om haar tuin te bewonderen. Ik zou vloggen, maar dat is kapot gegaan. Niet dat we bij Marianne binnen zaten, geloof ik. Ik weet het niet eens meer. We zaten buiten. Dus. Maar dat ik de tuin aan het filmen was, niks. Kapot, ik had niks. Het stond er niet in, terwijl de lampje rood flikkerde onderin. Zoals nu. Ja, dat gaat weg en is er weer. Ik snap er niks van, want ik zei nog wat tegen dat kleine meisje ook vanmiddag. Kijk, zie je hem flikkeren? Ja, zegt ze. Dus ja, hoe het kan, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Marianne heeft zelf ook filmpjes gemaakt van haar eigen tuin. Enkel, ja, ze kan niet zo filmen als ik. Ik doe hem over dwars. Zij houdt hem langwerpig. Maar ja, die filmpjes ga ik dan gebruiken. En ik zal TZT bij haar weer opnieuw gaan filmen, ja. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben even met de hondjes er weer uit. En ik loop richting de dijk en kijk, ze hadden van de week al gemaaid, maar toen had ik mijn telefoon vergeten. En ze hadden het van de week ook losgegooid. En dan hebben ze er balen van gemaakt.
En dat wordt nou binnengehaald. Even weer uitzoomen. Nu loop ik een klein stukje die kant op, want het is hier heel erg smal. Zo, ik moet even mijn rem van mijn rollator afhalen. Ik weet nou niet waar die is. Het is een smalle stoep. Wat gaan we doen? Oh, moet ik dat zien? Nee, ja. Nee, hoeven we niet te zien. En dan loopt ze altijd terwijl ze dat doet, hè? Mouw meid. Ja, en ik kan straks niet verder filmen, want ik moet over de straat lopen. Dan heb ik twee handen nodig. Maar in ieder geval, ze halen die balen binnen. Ik geloof dat die trekker wel ergens achter die flatten zitten. Ik weet het niet. Of tenminste zitten, rijdt. Ja. Maar in ieder geval, hij is weer kaal, de dijk. Want het stond meters hoog. Ik kon daar niet met de hondjes lopen vanwege het grashaar. Heel veel grashaar hebben we hier. Ook in de bermen, ik moet heel goed uitkijken met waar ik ze zo laat. Ik kan ze niet eens fatsoenlijk loslaten met al dat grashaar. Dus ja, we gaan gewoon erdoor, weer door. Ik zou zeggen, tot straks maar weer hoor. Ja, lieve vrienden, we zijn gelukkig weer thuis. Het is nog steeds zo warm. En het is 7:50 geloof ik op de klok te zien. Maar ik zal even naar de computer, dan kan ik het nog beter zien. 18:43. Maar ik had jullie verteld dat ik vanochtend visite had gekregen met twee kleine kindertjes en dat het de geweeste baasinnetje van Elwing was. Ja, en die had het voor me meegenomen en dat had ik ook gefilmd, maar die film is mislukt. Maar nou laat ik jullie nu even zien en dat is deze prachtige mooie bloemen. Ja, heel mooi. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, want dat verwacht je toch niet? Nee. Maar het is super fijn dat ze dat doet. En het was ook een gezellige ochtend, weet je. En ik vind het zo jammer dat die film mislukt is, maar ik ken die film nog. Dus ik ken dat kleine stukje gedeelte waar zij op zit met Elwing op de bank. Ken ik als een foto eruit proberen te halen. Maar dat komt goed. Ja hoor. Komt gewoon goed. Dat doen we gewoon. Ja. Dus en dat was Kelly. Kelly met haar dochtertjes. Dus hartstikke leuk. Ja. Lekker genoten met elkaar. Maar ja, ze moest ook wel weer bij tijd naar huis, want ze moest thuis ook nog weer het een en het ander doen. En ja, dat heb je zo met kleine kindertjes. Ja. Maar ja, ik wou net zeggen, gaat het hier even goed? Rijker was bij de start, hoe kan dat wat spelen? Nee, Kandalfie, ja. Wat dikkie, ja. Ik had gisteravond gestofzogen. Ik had vanochtend nog weer een keer geveegd. Voordat Kelly met haar dochtertjes kwam, was het een en al weer haar. Ja, dat je blijft aan de gang. Het zijn er twee waar je het van ziet, en dat is Elwing en dat is Kandalf. Want Kandalf die mag ook graag plukken verliezen. En Rijka, ja, dat zie je haast niet. Daar ligt een heleboel dot haar. Maar ja, tot buiten en toe, hè. En dat zei je ook wanneer je gaat blazen met het apparaat. Maar ja, wat doe je ermee? Hier ook nog een dotje met haar. Ik kan er niks aan doen. Nee, dat er is niet tegen te stofzuigen en ook niet tegen te vegen. Nee. Maar ja,
Jullie weten hoe ik ben. Ik ben niet een vieze peuk of zo. Nee, absoluut niet. Ik ben schoon op mezelf en schoon op mijn huisje. En ik dacht, ja, als je Jezus hebt, dan heb je dit. En ik denk dat een heleboel erover mee kunnen praten. Oh, Kelly die zegt, ja, die van ons ook. Bij ons is het net zo. Je kan er niet tegen vegen of wat dan ook. Dat gaat het hem niet worden. Nou ja, oké. Dan doen we daar maar, ja, daar hebben we dan maar vrede mee. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga lekker zien dat ik een hapje eten krijg, want ik krijg zin in wat. En een bakje koffie, ook daar heb ik vooral zin in, want ik heb dorst. En dan zometeen de televisie aan. En nee, GTS, die is afgelopen momenteel, hè. Zomerstop, ja. En ik heb 2 vlogs in elkaar gezet en ik probeerde vanavond tussen de bedrijven door nog even 2 te doen. Ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed en dan komt alles goed. Ja, het maandje gluurt en het maandje tuurt, al door de vensterruiten. Ja, ja, mooi hè. Zo mooi. En met de blik weer op deze prachtige maan, wens ik jullie een verder een hele liefdevolle avond nog. En er gaat een wolk voor langs. En verlaat op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen gezond weer uit jullie bed zien te komen. Komen jullie daar even eruit? Weg daar? Mag niet, hè? Mag niet. Dan zit je weer onder de modder. Daar. Kom. Naar binnen. Bedtijd. Allang al voor jullie bedtijd geweest. Ja. En nou was de maan nog maar zo klein. Maar we kunnen weer inzoomen. Moet het wel even goed gaan. Nou, dag maan. Ik zie je morgen misschien wel weer staan. Welterusten.